We zitten in een grote crisis. Mensen raken in de schulden, zonder dat ze er echt iets aan kunnen doen. We zien namelijk dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening met bijna 50% is afgenomen in de laatste maanden. En dat terwijl er juist steeds meer mensen in financiële problemen komen. Ik wil graag weten wat we als gemeente kunnen doen om mensen in de schulden te helpen. Ik vraag het aan Marta, zij is schuldhulpverlener. Waarom is het zo belangrijk dat mensen snel om hulp komen vragen? Nou, hoe eerder mensen aan de bel trekken, hoe beter en sneller we ze ook weer uit de schulden kunnen helpen of kunnen voorkomen dat mensen daadwerkelijk in de problematische schulden belanden. We weten dat mensen vaak een hoge drempel ervaren om de stap naar schuldhulpverlening te zetten. En ik kan alleen maar zeggen, hoe groot of klein je financiële zorgen ook zijn, kom gewoon langs, dan kijken we samen hoe we je kunnen helpen. Wat kunnen wij als gemeente betekenen voor mensen die om hulp vragen? Nou, de meeste mensen die bij ons komen ondervinden veel stress van hun financiële problemen. Samen proberen we weer rust in de financiële situatie te brengen. Nou, heel kort samengevat, allereerst helpen we mensen om weer overzicht te krijgen van hun uitgaven en inkomsten. Verder onderzoeken we of ze misschien nog recht hebben op bepaalde toeslagen of regelingen. En uiteindelijk kijken we welke mogelijkheden er zijn voor afbetalingsregelingen of schuldsanering. En dan nemen we contact op met schuldeisers. Nou, en in dit alles helpen we mensen bij de stappen die ze moeten zetten. Oké, dankjewel Marta. Heeft u dus schulden of bent u bang dat u in de schulden belandt? Trek dan zo snel mogelijk aan de bel. Wij staan voor u klaar.